Rooksignalen. Een vrouw reist door de vrede. Alle kabels liggen er nog verstrikt. Sigarettenrook blaast en hijst gordijnen van de ochtendblues. De vrouw wacht tot iemand haar opkrikt. Dichtbij is een vreemde. Rondstamelende vonken die af en toe iets stelen. Zilveren lijnen binden haar gewicht, conformeren aan een tegenstrijdig gevecht. Het vormt het spiegelgezicht. Haar voeten worden met elke grens zwaarder, als woordeloze dromen die een duizelfilm maken. Ze is er wel, maar krijgt de tijd onverwachts op bezoek. Rooksignalen zoeken hun lotgenoot en stof gaat op stof en stof gaat op stof en stof gaat op stof tot de as weer heilig vuur wordt. Mooi. Thank you.
een mooie dag te hebben. Binnen is het warm erover. Het zwijgen was naast hen aan tafel gekomen, of liever tussen hen in gaan zitten. Zo voelde dat tenminste, als de man en de vrouw blikken van elkaar hadden afgewend. Of preciezer, zij keek de ruimte in, waar hij zijn ogen op het tafelblad gericht hield en een theeglas beet pakte. Ze had haar benen over elkaar geslagen, die nu schuins van onder de tafel vandaan kwamen, alsof ze ieder moment kon opstappen. Misschien voelde hij dat ook aan toen hij, na een diepe, onhoorbare zucht, zijn glas opzij schoof en de handen van de rand liet vallen. Ik zal wel afrekenen, zei hij, zonder werkelijk aanstalten te maken om op te staan. Een gebaar van uitzichtloze hoop die gesmoord werd toen zij haar jas aandeed. Prima, zei zij, wat klonk als eindelijk. De man keek getroffen, maar ontweek de ogen van de vrouw. Maar die hadden hem toch al niet aangekeken. Stop now.
Marco dus. In slow motion.